Hoi, welkom bij mijn eettafel. Ik heb hier een mandje met al mijn foundations. En die gaan we doornemen en swatchen en declutteren. Dat is een heel raar woord als je het zo zegt. Er zijn er ook bij, ik ga niet alles swatchen. Ik ga alleen maar swatchen waar ik over twijfel. Want er zijn erbij, ja, die gaan gewoon niet weg. Dat weet ik gewoon. Dat zijn een soort holy grails. En nou ja, goed hè. Laten we beginnen. Ik doe wel even mijn bril, want dan kan ik het ook allemaal voorlezen. We beginnen met de Chanel Sublimage L'Essence de Teint. In de kleur BR12. Ja, die gaat natuurlijk gewoon niet weg. No way. De Chanel Le Beige Eau de Teint Waterfresh. Dit is de kleur light. Die gaat niet weg. Dit is de Le Beige Natural Hydrate, oh, Healthy Glow Foundation and Hydration and Long Wear. Dit is B20. Die is iets donker, maar die hou ik wel. Die vind ik heel fijn. Welke ik minder fijn vind, is de Ultra Le Teint All Day Comfort Flawless Finish Foundation in B10. Ik weet het niet. Maar ik wilde nog wel een paar keer mee spelen om te kijken wat ik er echt van vind, zeg maar. Dan heb ik er nog één van Chanel en dat is de Le Beige Waterfresh Complexion Touch. En dit is ook B10. Dat waren de Chanel dingen. Die blijven. Ik heb er twee van Dior en die blijven ook allebei. Dat is de Forever Natural Nude in N1. En de Forever National Glow in N1. Die blijven allebei. Absoluut een favoriet. Dan heb ik de Makeup by Mario. Surreal Skin in 1C. Ja, die blijft ook. Eigenlijk doen we eerst even alles wat zeker blijft. De Estée Lauder Double Wear Sheer Longwear Make-up. En dit is de kleur 1N1 Ivory Nude. Die blijft. En ik heb de Iconic London Super Smoother Blurring Skin Tint in de kleur Natural Light. En die blijft ook. Hier heb ik de L'Oréal Age Perfect Serum Foundation in de kleur 100 Ivory. Die blijft. En ik heb de Age Perfect BB Cover in 01 Light Ivory. En die blijft ook. En dan heb ik ook nog de L'Oréal Age Perfect Balm Foundation in 01 Fair. En die blijft ook. Ik heb een aantal hiervan heb ik de afgelopen maand geprobeerd om te kijken, joh, wat vind ik er nou van en blijft dat nou? Of hoe ruikt het? Of dat zoiets. Dit is de Smashbox Halo Healthy Glow All-in-One Tinted Moisturizer in Fair Light. En die blijft. Die vind ik heel mooi. Van de week heb ik nog een keer geprobeerd de Rimmel London Kind and Free Moisturizing Skin Tint. Ja, in 10 Rose Ivory. Clean Nourishing Skin Blurs Imperfection and Gives Skin the Moisturization It Needs. Ik vond, ja, ik vond hem wel mooi, maar ik pak het gewoon nooit. Even misschien. Wat ik ook had geprobeerd is de XX Revolution Skin Plus Soft Focus Skin Tint in Light Natural Demi Matte. Dit kan ik gewoon niet hebben, mits ik dit doe met een liquid, een glowy product samen. Maar dan is het echt wel heel mooi.
En hetzelfde geldt voor de NYX Bear With Me Blurring Tint Foundation in 02 Fair. Dit kan als ik het samen doe met een blurring product. Dus die wil ik nog wel even houden, want daar wil ik nog een beetje mee proberen. Dan heb ik de Kiko Nourishing Perfection Cream Foundation in CR15. Dat is deze. En dat is wel een fijn product, zeker als je wat droger bent. En dan heb ik de Blurring Balm Powder Face and Eyes. In de kleur 1. Dit is Yummy Skin van Danessa Myricks. En dit vind ik een heel raar product. Hij is nog wel creamy. Oh, dat is op de achterkant. Dat telt niet. Ja, ik ga het toch nog even bewaren. Ik heb hier een doekje. Anders zit mijn trui straks gelijk helemaal onder. De Max Factor Miracle Pure Skin Improving Foundation. Met Hyaluronic Acid en Vitamine C in de kleur 30 porselein. Ja, die vind ik wel fijn. Die hou ik nog even. Die is ook al wel redelijk op zijn retour. Dan heb ik de Maybelline Super Skate 24 Hour Skin Tint. Die blijft. Die vind ik fijn. En wat ook blijft is de L'Oreal Perfect Match Nude. Die vind ik ook fijn. Wat niet blijft is de Elf Flawless Satin Foundation. Dit ziet er heel droog uit. En ik heb deze twee al die ik moet mengen met iets. Dus ik hoef er niet nog één, zeg maar. En dit is gewoon heel droog op mijn huid. Het is niet satin. Door het woord satin was ik getriggerd, zeg maar. Want ik hou van mat. Ik hou van mat. Maar ik heb een te droge, wat oudere huid daarvoor. Dus ja, het hoeft voor mij ook niet te glowy. Dus het woord satin sprak mij heel erg aan. Maar dit is niet satin. Dit is gewoon mat. Dit is de Morphe 2. Kijk nou. Maar dat is niet meer goed. Die gaat. Dit is de Hint Skin Tint. Nee, die doe ik weg. Dan heb ik de Collection Long Lasting Glow Foundation. In de kleur Fair 5. Ja, die is prima. Die blijft ook nog wel even. En ik heb de Maybelline Green Edition. Dit is een foundation oil. Super Drop Tinted Oil. Ja, het is een heel fijn product. Ik vind het helemaal niet vervelend. Op een droge huid is het echt, echt prima. Maar ik gebruik hem gewoon nooit. Dus hij kan weg. Welke ik wel fijn vind is deze XX Revolution. Ja, yeah, foundation. Maar deze hebben ze ook met een grijze dop. Dat is de matte versie. En deze met een roze dop is de glowy versie. Maar volgens mij wordt die niet meer gemaakt. Maar ik ga hem wel bewaren en ik ga hem opmaken. Wat zeker blijft is mijn Catrice True Skin. Helemaal ideaal vind ik die. Wat ook blijft is de Essence Fresh and Fit Foundation met vitamine complex. Die vind ik ook heel fijn. En dat is mijn enige Essence product voor het gezicht. Op de nieuwe naam. De Revolution Conceal and Glow Illuminating Foundation.
Oh, nee. Nee, nee, nee. Die is niet meer goed. Die gaat weg. Wat ik dan ook nog heb, is de Revolution Conceal and Hydrate. Oh. Oh. Nee, 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 nee. Ik heb nog de Revolution IRL filter. Die vind ik wel fijn, maar die moet ook met een glowy product. Want anders gaat die op mijn. En die wil ik gewoon fijn vinden. Dat is een beetje het ding. Ik wil dat ding fijn vinden. Ik heb de Charlotte Tilbury Beautiful Skin Foundation. En ik heb van IT heb ik de CC Illuminating. En de CC Nude Glow. En dit is de kleur light. Die is te donker. En dit is de kleur fair. En die is te licht. Dus ik mix deze. Maar die blijven dus allebei. Dan heb ik de Catrice Clean ID Hydro BB Cream. En wat ik nog weet is dat deze de ideale kleur was. Maar ik pak hem eigenlijk nooit meer. En hij is echt heel oud. Dit was de kleur 010 Light en wordt ook niet meer gemaakt. Dus die doen we weg. Wat ik nog wel hou is de Huda Glowish Multi-Dew Skin Tint. Die heb ik vandaag op. Dit is de kleur 01 Fair. Wat zeker weggaat is de e.l.f. Camo CC Cream. Want ik heb inmiddels een hydrating versie daarvan. Zit straks helemaal onder de make-up. Dit is de Revlon Photo Ready Candid Glow Moisture Glow Foundation. Dat is deze. Nee. Nee, ook niet. Goede kleur wel. Dit is de kleur 120. Wat ik zeker weg ga doen, is de Milani Glow Hydrating Skin Tint in 110 Fair to Light. Dit geeft alleen glow. Ik hoef niet een volledige dekkend product te hebben. Maar dit dekt gewoon niet. Dit geeft alleen glow. Hier zit nul dekking in. Nee. Nee, nee, nee. Dit is de Super Dewy Skin Tint in Light Beige. En die heb ik altijd heel fijn gevonden. Er zitten wat korreltjes in, maar dat komt omdat ik een tijdje niet gebruikt heb. Nou. Maar dat is het met dat soort dingen, weet je. Ik heb het, maar ik gebruik niet alles. Ik pak even een schone wipe. Dit zijn de micellair wipes van de Kruidvat. Ook eventjes misschien. Dit is de Cream Skin Perfector CC Cream met Shade Adopting Technology. Soft Focus Skincare. Dit is de kleur Light. En er komt er wit uit. Als je goed kijkt, zie je de pigmentbolletjes zitten. Waardoor die uiteindelijk de kleur van een huidskleurachtige tint krijgt.
Nee, ik heb genoeg. Ik doe deze gewoon weg. En dan heb ik nog de CC, de Revolution Pro CC Perfecting Foundation Moisture Rich. Dat is deze. Die wil ik wel houden. Oké. Okay. Die wil ik wel houden. Dan twijfel ik alleen over die Super Dewy. En die Rimmel. Wat zal ik doen? Ondertussen ga ik even alles terugzetten. En misschien past het er nu wel gewoon in. Dat zou wat zijn. Zeker past het erin. Jeetje. Even kijken hoe het past hoor. Die Super Dewy, maar ik heb ook die van Huda. Dus die doe ik dan weg. Ja. En die Kind and Free, ja, die bewaar ik nog wel eventjes. Oké, okay, dus ik doe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 foundations, kindtintachtige producten weg. Nou, dat vind ik best heel netjes van mezelf. Ja. En er zit weer ruimte in mijn bakje en ik hoef het niet meer naast het bakje te zetten. Toppie. Ja, die klatteren. Ik ga die klatteren. Ik ga alles die klatteren. Maar we beginnen met foundations, omdat ik de primers, de concealers en de setting sprays en de poeders niet ga declutteren. Waarschijnlijk niet. In ieder geval niet de primers en de concealers en de sprays. Want die maak ik gewoon op en dat is verder prima. Die heb ik al vorig jaar uitgezocht. Dus ik ga beperkt declutteren. ik doe dus zeg maar alleen maar wat ik... wil, interessant vindt. Dat klinkt natuurlijk raar, want ik vind die andere producten wel interessant, maar nou ja, goed. Niet. Ik gebruik het gewoon niet. En dan kan ik het beter gewoon weggeven. En ik laat Dennis' zusje als eerste kijken. Ik laat wat vriendinnen kijken. Het gaat mee naar Dennis' zusje. Die hebben een hele grote schoonfamilie met allemaal meiden die ook allemaal make-uppen. En wat ik dan overhoud, ga ik doneren. En ik heb een leuk adres van iemand die een fysiciecursus volgt. En make-upjes goed kan gebruiken om te oefenen op haar modellen. Als het niet meer goed is, dan gooi ik het natuurlijk weg. Dat lijkt me nogal logisch. Dus random zal je in februari, maart wat die klatterfilmpjes zien. En dat is... ja, ik vind dat heel leuk om te kijken. Dus... ik hoop jij ook. Bedankt voor het kijken en tot de volgende. Doe een duimpje omhoog. Doei!